welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is al dinsdag, want gisteren was ik eigenlijk niet lekker, dus heb ik niet gevlogd, heb ik ook niet gewerkt. Gelukkig gaat het nu vandaag een stuk beter en ga ik zo naar mijn werk toe. Vanavond weer klaar voor jassen, heb ik ook weer zin in. En donderdag ben ik jarig, dus de eind van deze weekvlog eindigt op mijn verjaardag. Hoe gezellig is dat? Dus, buiten wil nog niet echt meewerken, want het ziet er allemaal grauw en grijzig uit. Maar goed, we gaan het zien vandaag. Daar ben ik weer. Wat een dag. Het begon vanochtend al goed. Ik ging hier vandaan naar de locatie hier in de buurt waar ik moest werken. Daar mocht ik de parkeergarage niet meer in, want mijn abonnement was geblokkeerd. Dat bleek achteraf een fout te zijn, maar eerst dat dan weer in orde hebben. Verder kon ik nergens anders parkeren, dus ben ik naar de andere locatie gegaan. Nou, daar heb ik op zich wel een redelijke dag gehad, maar ook weer een drukke dag. En toen wilde ik vanmiddag naar het zwembad gaan, want ik had hydrotherapie vanmiddag. Is de lift kapot in de parkeergarage waar ik daar stond? Echt, hè? Hoe dan? Maar goed, ik ben thuis. Het is uiteindelijk goed gekomen. Ik heb dus niet meer kunnen zwemmen. Dat vind ik echt heel jammer. Maar goed, volgende week weer. Niet meer kunnen zwemmen. En straks kaarten heb ik ook weer zin in. Dus het is nu 6:30. We hebben lekker prei gegeten. Was heerlijk. En zometeen ga ik richting kaartclub. En potje klaar voor jassen vanavond. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat het net zo goed ging als vorige week. Maar ja, dat heb je natuurlijk niet helemaal in de hand. Want je moet de kaarten en zo ook maar gewoon krijgen. Dus, maar goed, we gaan het zien. Morgen dagje vrij. Morgen ga ik mijn verjaardagsboodschappen halen. Dus dat wordt een shoplog. Verjaardagsshoplog, daar heb ik wel zin in. En voor de rest natuurlijk met mijn neefje knuffelen. Want die is er morgen weer. Ook niet onbelangrijk. En dan ben ik donderdag jarig. Oh, ik word 39 jongens, dus echt... Allang zou ik die fase voorbij moeten zijn. Maar ik vind nog steeds dat ik denk, oh, bijna jarig. Vind ik gewoon leuk. Vind ik gewoon echt leuk. Daar ben ik weer. Ik heb nu even daar niet gevlogd. Dan krijg je iedere week ook weer van diezelfde beeldjes. Maar het was weer leuk. Het ging ook wel weer goed. Niet zo goed als vorige week. Maar ja, dat zei ik vorige keer al. Je kan niet altijd zoveel mazzel hebben wat dat betreft. Maar ik heb het er echt heel erg naar mijn zin. Dus daar ben ik super blij mee. Ik zal volgende keer kijken of ik een soort timelapse een keertje kan maken van zo'n potje. Als ik aan een tafel zit van mensen die dat wel oké vinden. Dat is misschien ook wel een keer leuk. Verder heb ik bedacht dat ik de boodschappen shoplog van mijn verjaardag apart ga opnemen morgen. Dat wordt de vrijdagvideo. Dus dat vind ik ook wel leuk. Dus dat ga ik morgen apart doen. En voor de rest zien jullie me morgen weer. Ik ga zo lekker naar bed. Welterusten en tot morgen. Morgen. Woensdag vandaag. Mijn vrije dag. Maar ik ben al beneden geweest bij mijn ouders. Even met Tim knuffelen natuurlijk. Een boodschappenlijstje gemaakt. Dus dat ga ik zo halen. Maar daar ga ik een aparte shoplog video van maken. Verder is het gewoon regenachtig vies weer. Dus niet heel veel op de planning vandaag, maar we gaan het gewoon zien. Ik ga even mijn verlaten ontbijtje opeten. En dan gaan we zien wat deze dag brengt. Ik zit even in de auto. Ik ga even naar mijn zuster werk. Want haar collega heeft een superleuk puppy en die is daar nu. Dus die ga ik even bewonderen, vind ik leuk. En jullie gaan even gezellig Dit is nou Rebel. Hallo. Dag lieverd. Dag lieverd. Hallo. Zo, hallo. Ik ben weer thuis. Wat een schatje was dat zeg. Een klein Engels buldogje. Ik hou van die honden. Dat is echt zo leuk. Dus even lekker met hem gespeeld en gedaan. En mijn zus heeft gedag gezegd, maar die was druk. Dus ik denk, ik ga daar niet vloggen. Want de klanten willen dat misschien helemaal niet. En ze had het echt even druk. Maar vrijdag ben ik vrij en ga ik met haar op stap. Dus in deze vlog komt ze zeker nog een keertje terug. Dus dat is dan wel weer leuk. Nu ben ik weer thuis en ga ik meteen door naar de supermarkt. Mijn verjaardagsboodschappen doen. Daarna de shoplog opnemen. En dan zien jullie me daarna. Zo, de shoplog is online. Nee, is gepland. Komt vrijdagochtend online. Brood zit in de...
koelkast. Heb ik gemaakt voor morgen, dus ik ga lekker slapen. Het is een uur of 10 volgens mij. 10 over 10. Nog best vroeg, maar morgen moet ik ook best vroeg op. Want lange dag voor de boeg morgen en dat op mijn verjaardag, jongens. Nou ja, maakt niet uit. Dagje werken, nee, ochtendje werken, middagje cursus. Dan naar huis, dan mocht ik lekker kiezen wat we gaan eten morgen. Dus ik heb voor gebakken aardappeltjes met sla en zalm gekozen. Niet gelijk helemaal uit de band gesprongen, want dat vind ik zonde van wat ik de afgelopen weken aan energie erin gestoken heb aan het afvallen. Maar toch ietsjes extra's voor mijn verjaardag, dat vind ik wel fijn. Ik heb nu natuurlijk ook al die lekkere dingen thuis liggen. Pff, vind ik wel ingewikkeld hoor, om daar af te blijven. Ja, maar goed, ik ga in ieder geval slapen. Ik zie jullie morgen weer. Een hele goede morgen. Hoepertepiep, hoera! Gefeliciteerd voor mij! Ja, ik moet het toch zelf doen. Nou, dat is niet helemaal waar. Want papa en mama hebben vanochtend al gebeld. En Laura en Robert hebben al geappt. En op Facebook had ik allemaal al berichtjes. Nou, Suzanne en Ronald hebben me al gefeliciteerd. Dus ik voel me al helemaal jarig op deze vroege ochtend. Ik ga mijn ontbijtje maken en eten. En dan op naar mijn werk. Ik neem jullie mee. Gewoon om te kijken of ik tussendoor eens wat kan vloggen of niet. We zien het wel. Dat zien jullie in het volgende shot. Zo, ik ben heel even op het toilet. En we zitten hier bij een bijeenkomst van mijn werk. Het is vreselijk druk. Er zijn honderden mensen in één ruimte. Iedereen praat door elkaar. Beetje... Maar goed, het is op zich wel leuk. En hoeveel mensen bij elkaar voor mijn verjaardag. Niet bij jou voor mijn verjaardag natuurlijk, maar het is wel leuk. Nu ga ik even... Ja, ik moest even plassen, dus ik denk ik zal gelijk even vloggen. Nog een uurtje hier denk ik en dan ga ik naar huis. Dan ga ik daar mijn verjaardag verder vieren. Mijn social media ontploft, dat is wel echt superleuk. Iedereen feliciteert me via een bericht. Ik heb misschien al wel 100 berichtjes gekregen vandaag. Dat vind ik altijd zo speciaal. Ik ben weer thuis, jeetje. Wat een dag. Ik ging jullie op de wc vertellen dat het onder druk was, onder de mensen en zo. Kom ik terug, gingen ze allemaal voor me zingen. Want iemand wist dus blijkbaar dat ik jarig was. Oh, ik kom er even niet uit. Oh, en ik zie dat de deur al open staat bij mijn ouders. Dus daar ga ik nu lekker eten. Zo, nou toen ik binnenkwam gingen mijn ouders ook voor me zingen. Dus dat is heel erg leuk. En deze heb ik van ze gekregen. Een kleine gorillapot statiefje. Die wil ik hier onder de camera draaien. Zodat ik hem hierop kan vasthouden. Want die van de AliExpress Wish. Die wiebelde te veel. Dus ik ga ervan uit dat deze wel goed is. En ik heb geld gekregen. En daarnaast nog deze lekkere luchtverfrisser. Die had mama zelf ook staan. Die is van de Intratuin. En die vond ik zo lekker. Dus die kan ik ook lekker neerzetten. Want ik heb daar wel geurstokjes in het raam staan. Even kijken waar ze staan. Daar. Van Rituals geloof ik. Maar die zijn zo goed als op. Dus die kunnen weg. En dan morgen lekker een dagje vrij natuurlijk. Maar eerst nog vanavond dansen en verder van mijn verjaardag genieten. Ik heb zo ongelooflijk veel berichtjes gehad vandaag. Echt, ik voel me al de hele dag helemaal jarig. Dus dat is echt superleuk. De dansles zit er weer op. Ik heb niet gevlogd. Ik zal nog even iedereen laten zien. Dag! Maar de meesten gaan jullie zaterdag weer zien. Want de meesten komen. Dus. Ja, anders heb ik weer niet gevlogd. Dat had ik vorige week ook al niet gedaan. Nou, kijk eens hoe gezellig. Leuk, heel gezellig. Doei! Zo, een hele goede morgen. Jullie staan op het nieuwe statiefje. Dat is leuk. En die kan ik ook gewoon zo beet houden. Maar ik heb nog steeds heel erg last van mijn arm. Ik begin nu weer erger te worden. Gisteren met dansen ging het ook al niet helemaal lekker. Mijn schouder is toch een beetje... Ik ben erop geknald één keer. En ik dacht dat het wel meeviel, maar...
Nou, dat is toch best een hard klapje geweest, denk ik. Maar goed. Nou, kijk eens naar buiten. Godverdomme zeg. Geen lekker weer in ieder geval. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Het is nu 9:05. Ik ga over 10 minuutjes de deur uit. Dan ga ik naar mijn zus om haar op te halen. Dan gaan we naar... ja, ik weet niet of ze dat wil vertellen trouwens. We gaan allemaal dingen voor haar doen vandaag. Zeg gezellig samen. En als ze het wil vertellen, dan, dan zal ze dat straks zelf wel doen. Ik heb er in ieder geval erg veel zin in om, om met haar op pad te gaan vandaag. En we gaan het zien. Lekker een lang weekend. Dus dat is ook niet verkeerd. Morgen vier ik mijn verjaardag. Nou, jullie zagen het gisteren op de dansschool. Was het erg gezellig. Lekker getrakteerd. En nou, ik heb al met al een hele leuke verjaardag gehad gisteren. Morgen dan het feestje. 'S Middags komen mijn broer en mijn schoonzus. Met mijn jongste neefje. Want de oudste moet volgens mij naar de scouting. Die zit voor proef op de scouting. En volgens mij bevalt het hem wel heel erg goed. Dus nou, dat zal wel een blijvertje zijn. Dus nou, ik zal eens aan mijn broer vragen of hij ook op de vlog wil morgen. Kunnen jullie hem ook eens zien? En misschien mijn schoonzus ook, dat weet ik niet. Maar we gaan het zien. Verder ja, ga ik op pad en zien jullie me straks met Laura gezellig.